naam is Joris Visser en ik doe samen met Niels van Nieuwenhuizen concept firma Pickles in Utrecht. Het concept van firma Pickles is dat wij een gastroburger serveren met erbij een mooi glas wijn. Een mooi stuk vlees, daar moet gewoon een mooie ketchup bij en voor ons is er maar één, dat was eind. Het is gewoon een statement, je kan zelf een hele mooie burgersaus gaan verzinnen, maar het is natuurlijk al verzonnen door de firma Heinz. En zodien hebben we een aantal afspraken gemaakt en het bleek gewoon dat we voor elkaar gemaakt waren. Gewoon een mooi product, lekker eten en een goede ketchup. De samenwerking levert ons op dat we van hun productlijn ketchup krijgen natuurlijk. Daarbij mooie spullen qua merchandise. Gewoon het merk wordt goed gebrand. Maar ook hun netwerk kunnen gebruiken. Hij heeft natuurlijk ongelooflijk veel mensen via hun eigen Facebookpagina. Ze hebben ongelooflijk groot en breed netwerk in totaalproducten wat ze in Nederland serveren. Aan de andere kant kunnen zij het kleine lokale, wat wij eigenlijk weer doen, eerlijke, pure producten op tafel zetten, ook gewoon weer laten zien aan de mensen waar wij en zij Heinz mee kunnen associëren. Voor de rest zitten we samen om de tafel om leuke, vernieuwende ideeën voor de toekomst verder te creëren. Type ondernemer dat bij het merk Heinz past, denk ik dat het jonge, dynamische ondernemers moeten zijn. Ik zou ondernemers zeker de samenwerking met Heinz laten aangaan. Het is ten eerste natuurlijk een fantastisch product, mooi ketchup. Ten tweede zit er een heel mooi bedrijf achter die marketingtechnisch goed bezig is. En het is ze hebben een hele flexibele houding. Ja, de uitstraling van een flesje ketchup van Heinz staat op ieders netvlies gebrand en dat zal er nooit meer uitgaan. Dus als je dat associeert met hetgeen wat we doen, dat is natuurlijk gewoon een goede combinatie. Dat eet echt heel erg lekker. Ik had de duurste burger, maar het was ook de lekkerste. Om het in een restaurant op tafel te zien staan, dat is toch wel een stukje thuis. Pickles en Heinz zijn de gouden combinatie, omdat Heinz eigenlijk overal bij moet. Maar als het ook nog eens op de beste burgers, nou zover ik weet, in Nederland kan, is het natuurlijk een topcombinatie.